sieraden even afvulden. Gedeeltelijk omdat je je vingers gemeen zeer kan doen. Als je ringen een beetje los zitten, zou ik ze afdoen. Ze strak zitten, is het geen. En armbanden en horloges die kunnen eventueel het velletje beschadigen. Dat vind ik zo zonde. Het kost veel tijd om het weer te repareren. Mijn vingers te dik. Die had ik tegenstopt trouwens. Ik liep achter je, ik was het gewoon in kwijt. Nou, gaan we lekker beginnen, jongens. Ik moest wel een beetje beter. Oké. Meestal die komen ertussen. Als dat niet lukt, is het ook geen ramp. Dan ga je gewoon wel achterin zitten. En dan zet je die trommel een heel klein beetje schuin tegen je stoel. Zodat het makkelijker is met dat. Oké? Maar ik laat je horen. Als die trommel helemaal recht staat, dan klinkt die niet zo mooi. En als die een beetje schuin staat, dan heb je veel geluid. Dus moet je even kijken wat voor jou het beste werkt. Oké? Nou, dan gaan we. Ik zou het fijn vinden als je jezelf heel even voor wilt stellen. Maar alleen je voornaam, want MSN Contact en Hobby's onthoudt toch niet. Dus alleen je voornaam. En daarna, als je wil, doe dan zo zacht als je ja. kunt mee. Dennis. En zo zacht als je kunt, Dennis. Nee, hoe je heet, Lissie. Lissie. Ja. Ronald. Nicole. Nicole, krijg je een Nou, nee, zo? Ja. Oh, moet het zo? Ja, ik begrijp het weer niet. Ik was Nicole. Oh. Was, ik ben Nicole. Ik ben Nicole. Wacht even. Evie. Milou. Milou. Gozin. Dorien. Gozin. Nog een keer. Gozin. Ik toch gooien. Gozin. Arjan. Arjan. Ron. Ron. Frank. Frank. Hilco. Hilco. Annie. Annie. Foskea. Net is een oud-Germaanse naam, oud-Gronings. Ja. Ja.